Leuk dat je kijkt in deze video. Ik ben Marlise en ik ben weer eens naar de Action geweest. Ik geloof dat ik in mijn laatste kleine mini haul zei, ik ga niet zo vaak naar de Action, dus als ik er ben neem ik dit altijd mee. En dan was ik er alweer. Ik ga eigenlijk best wel veel nu naar de Action in vergelijking met wat ik voorheen deed. En dat komt omdat ze best wel veel dingen hebben voor een goede prijs. En dat ik dan niet heel veel winkels afhoef of, nou ja. Ik ga gewoon daar kijken voor de dingen die ik nodig heb. Maar er waren een aantal dingen die ik nodig had die op mijn lijstje stonden voor de Action. Dus ik ben weer geweest. Ik ga het allemaal aan jullie laten zien wat je allemaal tegenwoordig bij de Action kan halen. Tips, tricks, inspiratie. Mocht je nog op zoek zijn naar bepaalde dingen. Dat ga je allemaal vinden in deze video. Vind jij Action Shopvlogjes ook zo leuk van deze video? Een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan ga ik laten zien wat ik allemaal heb gescoord. De reden waarom ik naar de Action wou gaan was omdat wij in de scheur, dit is echt zo random, tuinstoelen vonden. Maar ik heb dus 3 groene stoelen gevonden, 2 witte en een blauwe tafel. Mega random. Maar goed, die heb ik dus afgespoten, zijn schoon, maar ik heb geen kussens. En nu wel. Ik wou, ja, eigenlijk vooral omdat we weten dat dit niet, wat het een bij elkaar geraapt zootje is nu, wilde ik wel tuinkussens hebben, in ieder geval als we barbecue gaan doen, als we visite krijgen, als we in de tuin zitten. Totdat we een fatsoenlijk tuinset hebben of daarin willen investeren. Die kringen zijn best nogal duur. En deze kussens waren maar 8 euro. Nou, ja, ik vond deze wel heel erg leuk. Ze hadden ook nog een jungle print. Die vond ik wel heel gaaf. En als nou alle stoelen groen waren geweest, inclusief de tafel, had ik er gewoon een complete tropical garden van gemaakt. Maar het is een beetje niet zo. Dus ik heb 5 van alle stoelen 1 van deze kussens gevonden. Was ook de enige reden waar ze nog 5 van hadden. Dus daar was ik heel blij mee. En dan kunnen we voorlopig even vooruit. Als we gaan barbecue, als we visite hebben, als er een verjaardag is. Want de meeste van onze verjaardagen zijn in de zomer. Kunnen we tenminste voldoende buiten zitten. Dus die heb ik gescoord. 5 stuks. Heb ik het al gezegd? 5. En de rest van de extra spullen past wel in deze tas. Dat we gelijk bij het grootste ding wat uit zijn beginnen. Badminton racket. Ik zag ze liggen. Ze waren nu in de promotieactie, ik weet niet wie dat zegt. Geloof geen idee hoe dus ze waren. Er zitten al 2 shutteltjes bij. Maar ik zag ze liggen en toen dacht ik, dat vind ik best wel leuk. Want de laatste keer, de eerste keer dat van dit jaar, dat we gingen barbecuen, waren de jongens bezig met een balletje, zo'n shuttlebal aan het overgooien. En daar waren ze helemaal leuk mee bezig. En toen dacht ik, dit is ook een goed spelletje voor de fijne motoriek. Ook gewoon goed, lekker bewegen. Zelf vind ik dat natuurlijk ook leuk om te doen op een zomeravond. Helemaal leuk. Er zaten ook shuttles bij. Tenminste, dit heb ik losgekocht. Dit zijn glow-in-the-dark shuttles. Joost moet weten wat je daarmee moet doen. Waarom ze glow-in-the-dark moeten zijn. Maar we hebben glow-in-the-dark shuttles. Nog iets randoms. Een vergietje. Of een zeef, moet ik zeggen. Ik heb namelijk een vergiet met van die grote gaten. Dat is heel handig. Maar soms wil ik bijvoorbeeld rijst afgieten. Of ik wil iets afgieten wat geheel door die gaatjes heen gaat komen. Dus is het wel heel erg makkelijk. En ik dacht, het is misschien ook wel handig om kleine potjes fruit in af te spoelen. Of dat soort dingetjes. Waar mijn grote klap uit de vergiet niet heel handig voor is. Een tafelkleed. Vooral eigenlijk voor die blauwe tafel. Dat als ik er nou een kleed overheen leg, dan valt dat niet zo op dat die blauw is. In plaats van of groen of wit of wat ook. Dus die. Ik denk, en als ik die niet gebruik, kan ik hem ook nog voor binnen gebruiken. Maar ik dacht, lijkt het nog wat. Want ik vond dit bij elkaar ook best wel cute. Ik denk, nou dan haal je het een beetje dat het bij elkaar klopt, zeg maar. Nog zoiets randoms. Dit is een shark grabber game. De bedoeling is dat die in het water gaan. En dat je dan met je haai die visjes kan vangen. En dan gaan we van de week naar mijn moeder toe, die een groot zwembad heeft. Dus ik dacht, dat is dan misschien wel leuk voor Brooke. Want mijn moeder heeft van die duikspulletjes. Maar Brooke kan nog niet duiken met een duikpakje aan. Of met een zwemvest aan. Is dat easy swimsuit? Dat ze leert zwemmen voor de A. Zonder dat zwempakje blijft ze wel even drijven. Maar kan ze dus niet duiken en dat wordt lastig. Dus die heeft niks aan de duikspeeltjes, maar wel aan dit. Dan moet ze dus blijven drijven. Dan kan ze trappelen door het zwembad. Wij hebben zelf, ik geloof dat voor de meivakantie bij de Action nog wel best veel zwembad gekocht. Moeten we nog steeds opzetten. Maar als het mooie weer gaat worden, gaan we dat doen. Kan dus dat spelletje ook in gebruiken.
Dus die heb ik meegenomen. Echt, dit gaat in no particular order. Oorbellen. Ik liep door het... waarom? Oké, daar kom je. Ik ben namelijk altijd mijn oorbellen kwijt. Ik doe ze één of twee keer in en dan ja, doe ik ze niet meer in, weet niet meer waar ze liggen. En deze vond ik wel heel schattig, dus die heb ik meegenomen voor mezelf. Een random plastic bakje. Bijna alle plastic bakjes bij de Action waren op. Dus ik denk dat heel veel mensen aan het organiseren zijn nu. Maar deze wordt voor mijn essentiële olie, mijn essential oils. Ik ben weer helemaal terug in de essential oils. Ik heb weer een diffuser die weer werkt. En ik ga er ook nog bestellen voor die kinderen. Maar ik heb ook een heleboel olietjes die ik dus nu makkelijk ook kunnen pakken. En ze passen allemaal niet meer in het bakje. Dus ik ga ze ergens opzetten, inzetten hier. En dan een dekseltje erop. Kunnen de kinderen er ook niet meer bij. Want ik heb het vermoeden dat ze bij de olietjes kunnen. En dat ze dat dus af en toe doen. Omdat sommige flesjes leeg waren. En ik zet geen lege flesjes terug. Anyhow. Frozen koekjes. Met Elsa, Anna, nou, allemaal leuke koekjes erin. Het zijn uitdeelzakjes. Ik weet voor lunchboxes. Ik dacht. Ik maak mijn kinderen helemaal gelukkig met Anna en Elsa koekjes. Slaag bij de uitgang. Leuke kassa. Dus dan moet ik ze meenemen. Oh, deze had ik net laten zien. Die hoor je bij tafelkleed. Zo schattig. Het zijn van die tafelklemgewichten. Tafelkleedgewichtjes. Zo heet het ook letterlijk. Anyhow. Ze hadden geen hele neutrale witte, of nee, die heb ik niet eens leuk gevonden. Maar wat minder tropical hadden ze niet, maar deze wel. Dus, cute! Dit zijn ook hele random dingen. Dit zijn citronella, dit is een, zijn kettingjes, armbandjes. Citronella armbandjes. Die zag ik liggen op de kop en toen dacht ik, hé, dat is misschien wel handig als het werkt. I don't know. Maar we hebben hier best wel veel last van vliegen, dus... Is dat wat? En daarnaast lagen deze. Dit zijn Citronella Fragrance stickertjes. Die heb ik ook op bol.com voorbij zien komen. Weliswaar met iets leukere patroontjes en dan is dat wittige doorzichtig. Maar ik dacht, ja, als je nou gewoon ander een bandje plakt of zo. Misschien ruikt het wel heel erg sterk. I don't know. Misschien werkt het wel helemaal niet. I don't know. Het kostte geen rol. Dus ik dacht, we can try. Stel dat werkt het. Dat is hartstikke handig. Een stapel van de Action lijm. Deze lijm ligt niet bij de kinderen, heb ik al vaker gezegd, maar bij de kantoorspullen. Maar het fijne is, die heeft, hier kan je het zien, twee verschillende tuutjes, stokjes, lijmstukjes. Dat is heel erg handig voor kleine kinderen, want die kunnen dan gewoon de brede pakken. En dan kunnen ze heel hard knijpen en dan komt het toch niet heel veel uit. Zoals in zo'n puntje, ze knijpen heel veel. Dus is alles onder is je bakje leeg. Dus daar heb ik weer wat van ingeslagen. Want ze knutselen nu heel veel, nu ze zoveel thuis zijn. Dan heb ik nog meer random speelgoed voor buiten. Dat ik heb hier had, ja. Waterpistools. Vier. Ik geloof dat we er in de schuur ook nog wat twee van die grotere hebben liggen. Maar dan kunnen ze dus met z'n vieren een watergevecht houden in de tuin. Lijkt me hartstikke leuk. Deze dingen kosten geen drol. Gaan waarschijnlijk ook weer één zomer mee. Maar dat is prima. Kunnen ze daar lekker weggooien. Dus deze kleurtjes. Ik heb ze ook zomaar gewoon wat gepakt hoor. Ik heb geen idee. We kunnen altijd nog met permanent marker hier de naam opschrijven. Als de kinderen moeilijk gaan doen van wie welke is. Wat waarschijnlijk wel zo zou zijn. Dan, haarmaskertjes. Begint ook wel een beetje een stapel te worden. Ik zelf vond ze heel fijn. Ik had vorige keer vier gekocht. Ik zelf heb er toen maar eentje gebruikt. Maar Logan en Brooke wouden ze ook gebruiken. So cute. Dus, en ik merkte bij Brooke dat haar haar ook echt wel gelijk een stuk... volume gaf en een stuk dikker leek lijken. Dus ja, ik geloof ook deze kost iets van 1 euro of zo. Dus ik heb er gelijk weer wat meegenomen. Ik kan wel voorraad hebben. Zoals altijd een stapel botjes voor voren. Een zakje. Dat heb ik nog meer. Zonnebrandcrème. Deze had ik vorige keer ook. En hoewel ik aan het kijken ben naar een zonnebrandcrème die milieuvriendelijk is. Nu nog niet. Ik kwam nu deze tegen. En met het aankomen van warme weer lijkt me dat fijn. Want de vorige hiervan is op. En die was eigenlijk heel goed bevallen. Want dit is gewoon een spray. En je sprayt het en je ziet niks. Je hoeft het niet in te smeren. En je bent gelijk lekker goed beschermd. Het is ook water resistant. Wat wil een mens nog meer? Helemaal goed. En dan nog iets randoms. Mest voor mij. Hortensia's. Want...
ik weet niet wat ik daarmee doe. Ik heb zelfs een app in mijn telefoon die zegt wanneer ik hoeveel water moet krijgen. En dan nog bloeit hij niet. Dus ik dacht, ik ga er gewoon even wat mest bij gooien. En dan het water. En dan hoop ik dat ze weer een beetje opleven. Want als dat lukt, dan ga ik ook hortensia in de rest van de tuin zetten. Dus niet alleen in de pot, maar ook in de tuin. Want ik wil wat kleur in mijn tuin. De tuin is zo groen. Dus dan komt het ook wel van pas. En ik heb een euro of zo. Nog euro en nog euro. Dan. Boekjes voor die kinderen. Het zijn van die... ik zie het niet zo goed. Camera. Maar het zijn van die... hoe noem je dat? I don't know. 3D-achtige dingen. Maar King vindt het namelijk heel erg leuk om boekjes te schrijven. En in ieder geval Brooke vindt het leuk om het te doen zoals ze in een boekje schrijft. En Logan had een emoji boekje, een rol of zo. En dan was hij allemaal leuke dingen aan het overschrijven. Maar die had hij op de punt van de tafel laten liggen. Als in echt op de punt. Dus die heeft de hond gepakt en die heeft hem verscheurd. En toen was hij heel verdrietig. En toen wou hij een nieuw boekje hebben. Hij heeft een nieuw boekje. Het is weliswaar een emoji boekje, maar die hadden ze niet. Het is een adventure boekje geworden. En ook ik heb voor mezelf een nieuw boekje gekocht. Ik heb van, weet het, Our Green nog wat. Ik heb zo'n A4 schriftje met whiteboard pagina's. Dus dat je gewoon met je stiftje kan schrijven en dan kan je het naar uitstuffen. Alleen heb ik ook een aantal dingen waarbij het niet handig is als je het uitstuft. Bijvoorbeeld samenvattingen van online cursussen. Of van mijn beschikbaarheid die ik heb voor een bepaalde maand. Of bepaalde dingen die ik wil opschrijven die je gewoon moet kunnen teruglezen. Die is niet heel handig als het op een whiteboardpagina staat. Want als je dat te lang laat staan, dan kan je het niet afvegen. En al die losse pagina's, daar word ik ook niet heel vrolijk van. Dus hier kan ik het gewoon om opschrijven. Het staat Do Your Own Thing. Super cute, met glitters. Ik zie wel dat de glitters afgeven. Love that for me. En het leuke aan deze is dat het heeft van die verdeelers. Waar je ook iets in kan stoppen aan allebei de kanten. Kijk. En er zitten er 1, 2, 3 van in. Dus heb je een soort van divider gelijk. Helemaal leuk. Kan je het eigenlijk verzetten? Dat had je nou check. Nee. Dus dat. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even in de comments achter wat jouw go-to product is bij de Action. Daar ben ik heel benieuwd naar. Geef deze video een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan zie ik je in de volgende video. Doei!